Ontsnapte TBS'er opgepakt in Spanje. Volgende week weer nieuwe stakingen in het streekvervoer. En line-up voor Festival Emporium is compleet. De voortvluchtige TBS'er Sherwin W. is in Spanje opgepakt. Dat meldt het Openbaar Ministerie vrijdag. De 27-jarige man ontsnapte in juni vorig jaar uit de pompenkliniek in Nijmegen. Hij werd in de omgeving van Murcia opgespoord en aangehouden door een gecoördineerde actie van de Nederlandse en Spaanse politie. Sherwin W. ontsnapte samen met Luciano D. De twee gingen er samen vandoor, waarna D. een aantal dagen later door de politie in Den Haag kon worden aangehouden. W. bleef lange tijd spoorloos, tot de politie hem op het spoor kwam in Spanje. Ook vandaag werd er weer gestaakt in het streekvervoer. Volgens de vakbonden heeft zo'n 75% van de buschauffeurs in en rond Nijmegen het werk neergelegd. En er staan alweer nieuwe acties gepland. De eerste staking is komende dinsdag al. De onderhandelingen tussen de vakbonden en de werkgevers zitten namelijk muurvast. In de busstalling van Breng in Nijmegen rijdt vandaag de overgrote meerderheid van bussen niet uit. Ook Dick Jansen zet vandaag zijn bus stil. Opmerkelijk, want Dick heeft nog maar 5 dagen te gaan voor hij met pensioen gaat. En wat kan het je dan allemaal nog schelen, zou je kunnen denken. Toch heeft hij besloten het werk neer te leggen. Al had hij het afscheid van zijn werk na 35 dienstjaren wel anders voorgesteld. Ja, zeker. Normaal is een laatste week op je werkplek toch wel anders als dit. Het is... Je neemt afscheid met of meer van je collega's, her en der. En nu loopt alles een beetje anders. Want Dick staakt voor zijn collega's. De chauffeurs willen een nieuwe cao met een loon dat meestijgt met de inflatie. En maatregelen om de hoge werkdruk te verlagen. Er wordt steeds meer uitgeknepen uit die roosters. Alle lucht gaat eruit. Je hebt geen tijd meer om je werk fatsoenlijk te doen. Dat gevoel heb je. Je rijdt constant achter de feiten aan. Vandaag dus de aankondiging dat er nog eens 15 dagen gestaakt gaat worden. Laat deze buschauffeur in hart en nieren ook op zijn allerlaatste werkdag zijn geliefde bus staan? Nou, zoals het er nu uitziet, is mijn laatste werkdag op een zaterdag. En voor zover ik nu gehoord heb, worden de stakingsdagen gepland door de week. Dus ik zou dan eigenlijk moeten kunnen rijden. Zo niet, ja. Het zij zo, dan ga ik niet rijden. Dat is een dilemma, maar ik denk dat ik dan niet ga rijden. Het 11-jarig meisje dat woensdag door een automobilist werd aangereden op de Weteringswal in Zetten, is overleden. Dat laat de politie weten. Het meisje werd woensdag even na 5 uur met haar fiets geschept door een auto. Ze werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Deze donderdag is ze bezweken aan haar verwondingen. Personeel in het streekvervoer zal ook op dinsdag 28 februari en donderdag 2 maart het werk neerleggen als tegen die tijd nog niet aan de eisen is voldaan. Dat meldt het vakbond CNV. Het streekvervoer legde deze woensdag en vrijdag ook al het werk neer. Flitsbezorger Flink vertrekt uit het centrum van Nijmegen. De bezorgdienst bezorgt zondag voor het laatst vanuit het pand aan de Hessenberg. Binnenkort verwacht Flink te openen op een plek buiten het centrum, zegt een woordvoerder. De line-up voor de komende editie van Dance Festival Emporium is compleet. Op de podia op de Berendonk staan onder meer namen als Oliver Heldens, Chris Gros Amsterdam, DJ Lafuente en Busy. Het evenement vindt plaats op zaterdag 3 juni en het thema van dit jaar is Mysteries of the Sea. Het is vrijdag, dus belichten we ook nog even een van de belangrijkste of bijzonderste nieuwtjes van afgelopen week. Naast carnaval stond Nijmegen deze week natuurlijk ook in het teken van de herdenking aan het bombardement op de stad, dat woensdag 79 jaar geleden was. Op de avond ervoor was er weer een bijzondere wandeling te maken langs de brandgrens van het bombardement, die geheel verlicht was met lampjes. Het bombardement heeft een gat geslagen. Nijmegen werd toen in het hart geraakt. 800 mensen. Ik laat even weer, toch weer elke keer even binnendringen. De brandgrens van het bombardement is op permanente basis gemarkeerd met zilveren schijven op de grond. Maar speciaal voor vanavond staat op elke schijf ook nog een kaarsje. Het laat in één oogopslag zien hoe deze grens dwars door het centrum loopt,
en dus hoe destructief het bombardement is geweest. Vanaf de Grote Markt gaat het naar de Stikkehezelstraat, naar beneden naar de Ganzenheuvel, via de Karmel, Dottendaal naar de Bloemerstraat. Bloemerstraat gaat het over plein 44 richting de Mariekestraat. Mariekestraat omhoog naar de Burgerstraat. En via de Burgerstraat komt het achter de blokken langs terug in de Broerstraat. En dan is het weer terug op de Grote Markt. 800 plaatjes met daarop de namen van de mensen die zijn omgekomen tijdens het bombardement op Nijmegen. Uitgelicht met een kaarsje als een lichtslang door de binnenstad. Het is een indrukwekkend gezicht, zo merken ook voorbijgangers. Ja, heel mooi. Mooi verlicht, bijzonder. We vroegen het ons net af, maar ik herken wel die plaatjes die eronder zitten. Dus ik neem aan dat er iets te herdenken is. Ik vind ze enorm indrukwekkend. Komt u daarvoor ook speciaal kijken? Nou, niet alleen voor de lichtjes, maar ik wist al dat vanavond die herdenking was. Dus ik kom net even uit de Stevenskerk. En, hoe was dat? Ook indrukwekkend, best veel mensen vond ik. Volgens De Wit is het belangrijk om ook bij deze gebeurtenis weer even stil te staan. Omdat het een herinnering is aan de meest traumatische gebeurtenis van Nijmegen in de 20e eeuw. En dat ook in deze tijd wordt het wel weer duidelijk dat vrede niet vanzelfsprekend is en dat we daar voorzichtig mee moeten zijn. En over voorzichtig zijn gesproken. Ik was bijna overheen gefietst dus. Dat zeg ik net. Het mag ook een iets groter lantaarntje zijn dan zo'n klein dingetje. Dus een tip voor volgend jaar? Ja, precies. Maak er mooi iets met een voetje van of een echt vuurtje, een fakkeltje of zo. Ja. Zometeen blikken we vooruit op de wedstrijd die NEC morgen zal spelen tegen Volendam thuis in de Goffert. Maar eerst blikken we nog even terug op de belangrijkste berichten van de afgelopen week. Kijk mee naar het nieuws van dag tot dag. Inwoners van Beuningen hebben geklaagd over geluidsoverlast van de padelbaan. De sportbaan, gelegen op de hoek van de Burgemeester Geratslaan en de Lindenstraat, ligt volgens omwonenden te dicht bij de woonwijk. Uit onderzoeksresultaten blijkt nu dat de baan voldoet aan de regels voor het licht, maar aan de afspraken die gemaakt zijn voor het geluid wordt niet voldaan. De gemeente heeft de opdracht gegeven om te kijken naar een oplossing. De uitspraak van de Raad van State rondom de aanleg van een railterminal langs de A15 bij Elst is opnieuw uitgesteld. De Raad van State boog zich in november over de bezwaren van omwonenden en de gemeente over Betuwe tegen het plan van de provincie om een railterminal aan te leggen. In januari werd deze uitspraak, geheel naar verwachting, al eens uitgesteld met 6 weken, waarmee de Raad de gebruikelijke termijn verdubbelde. Deze keer is er geen termijn genoemd en is de uitspraak dus voor onbepaalde tijd uitgesteld. Woensdag was het precies 79 jaar geleden dat de binnenstad van Nijmegen compleet werd verwoest door een bombardement. 800 mensen kwamen om en duizenden raakten gewond. Bij het monument De Schommel, bij de ingang van het stadhuis aan de Mariekestraat, werd woensdagmiddag de jaarlijkse herdenking gehouden. Het was wederom heel waardig en natuurlijk ook vooral heel erg mooi dat we na 2 jaar met eigenlijk nauwelijks mensen, stond ik bijna alleen hier met een cameraman, tot we weer met zoveel mensen verzameld kunnen zijn op deze toch voor Nijmegen hele belangrijke dag. Het herinnert een inktzwarte periode van onze stad. Maar ja, het is ook een herdenking, 79 jaar na dato, waarbij we stil kunnen staan voor alles wat sindsdien gebeurd is. Donderdag was het 42 jaar geleden dat in Nijmegen de krakersrellen plaatsvonden. Krakers uit het hele land verzamelden zich in de vroege ochtend van 23 februari 1981 in de leegstaande woningen van de Nijmeegse Piersonstraat. Dit om sloop van de panden te voorkomen. Zaterdagavond speelt NEC weer een thuiswedstrijd in de Eredivisie. Deze keer nemen ze het in de Goffert op tegen Volendam. De vorige wedstrijd tegen Excelsior werd glansrijk gewonnen. Maar dat was wel voor het eerst sinds lange tijd. Wat verwacht trainer Rogier Meijer van de wedstrijd van dit weekend? Volendam komt hier op bezoek. Die doen het best wel aardig in 2023. Jij hebt ze natuurlijk geanalyseerd, tenminste dat neem ik aan. Wat is nou de kracht van dat Volendam? Ze hebben volgens mij 7 wedstrijden, 13 punten na de winter. En ze zijn natuurlijk op een iets andere manier gaan voetballen. Iets meer zekerheid ingebouwd met 5 verdedigers. Nou, dat heeft ze in ieder geval opgeleverd dat ze in een aantal wedstrijden wat minder goals weggeven. Nou, en in de omschakelingen hebben zij ook spelers die snel zijn. En tegenstanders hebben toch moeite tegen zo'n systeem. Dus je loopt ook wel eens uit je formatie. En daar hebben ze een aantal keren goed gedaan. En wat dat betreft zijn ze denk ik verder dan dat we ze in augustus treffen.
Ja, maar dat is natuurlijk ook het begin van het seizoen. Maar wat is nou eigenlijk jullie kracht voor de wedstrijd tegen Volendam? Wat zijn de punten waar NEC mee kan winnen? Ja, dat we er één meer maken dan Volendam. Zoals voorspeld was het vandaag een vrij regenachtige dag. Af en toe liet de zon zich even zien, maar de buien hadden toch de overhand. Vanavond zal het opklaren en blijft het grotendeels droog. Vannacht zal het tijdens de opklaringen licht gaan vriezen. Morgen belooft een prima dag te worden. In de ochtend hebben we nog wel met de nodige buien te maken, maar vanaf de middag verdwijnen deze en is er weer volop ruimte voor de zon. Ook in de avond zal het droog blijven. De temperatuur komt morgen uit op een graad of 7. De dagen erna blijft het weerbeeld rustig en zal regen niet of nauwelijks van toepassing zijn. Het is overwegend zonnig en er staat een matige wind. De wind maakt het wel iets kouder dan het is. Het wordt zondag en maandag zo'n 5 graden, maar gevoelsmatig ligt de temperatuur dus iets dichter bij het vriespunt. Tot zover het RN7 regionieuws van vandaag. Voor het terugkijken van onze uitzendingen kun je terecht op ons YouTube-kanaal. En volg ons ook even op Facebook, Twitter en Instagram. Nu op RN7 zie je weer een nieuwe NEC-update. En wij zijn maandag weer bij je terug. Een heel goed weekend en tot dan.